In het hoofdgebouw van de TH te Delft, de enige technische hogeschool van ons land, heerst grote drukte bij de inschrijving van studenten voor het nieuwe leerjaar. Voor de oorlog was hier het aantal studerenden ongeveer 3000 per jaar. Thans is dit aantal verdubbeld tot bijna 6000. De groentijd is weer ingegaan. Voor de nieuwkomers en voor honderden ouderejaarsstudenten is nu het grote probleem niet zozeer de studie, die overigens vrij zwaar is, maar het vinden van een geschikte woongelegenheid. 6000 studenten, dat betekent ongeveer 10% van de bevolking van Delft. Maar de Prinsenstad kan die duizenden jonge mensen niet allemaal bergen, hoe graag men dit ook zou wensen. Het huisvestingsprobleem van de Delftse hogeschoolwereld heeft zo'n schrikbarende omvang aangenomen dat de bouw van een klein studentendorp aan de rand van de stad hier een belangrijke verlichting heeft gebracht. In mei werd met de bouw van dit centrum begonnen. Onder leiding van bekwame vaklieden hielpen studenten vrijwilligers daaraan mee. De toekomstige ingenieurs deden een praktische ervaring op die hen nog wel eens goed van pas kan komen. Er moest in eiltempo gewerkt worden, omdat men bij het ingaan van het nieuwe studiejaar gereed wilde zijn. En dat is gelukt. Het eerste studentendorp van Nederland, en misschien zelfs van de hele wereld, heeft reeds bewoners. 200 studenten hebben hier een onderdak. Wanneer eenmaal bewezen is dat dit ook een goed onderdak is, dan hoopt men tot een grote uitbreiding van het Delftse studentendorp over te gaan. Het plein voor